Hallo, welkom bij Draadje door de Week, aflevering 84 van Draadje Los. Oktober alweer, al zou je dat aan het weer niet zeggen, het is nog hartstikke warm. In Draadje door de Week vertel ik altijd waar ik de afgelopen weken mee bezig ben geweest. Als ik nieuwe aanwinsten heb, dan laat ik die zien, voor zover dat natuurlijk een beetje gerelateerd is aan mijn kanaal. En die heb ik deze week, dus ik kan wat laten zien. Een inmiddels vast onderdeel van Draadje door de Week is Draadje gaat vintage. Daar zoek ik naar in een oud boek of een oud tijdschrift naar een heel oud patroontje van iets. En dat ga ik dan maken. En als het even kan met mijn eigen draai eraan. Niet altijd, maar soms wel. Bijvoorbeeld door heel ander materiaal te gebruiken of zo. En het laatste vintage projectje is af en ik heb al een nieuwe gekozen, daar ga ik zo wat over vertellen. En aan het eind van de aflevering, dan kondig ik altijd eventjes aan wat er de komende week verder nog op mijn kanaal te zien is. Want buiten Draadje door de Week upload ik ook op dinsdag en donderdag een video. En dinsdag, dat zijn meestal de wat grotere tutorials of een serie in dit geval. De serie Frivolité, Naald Frivolité, loopt nog. En daar kan ik iets leuks over zeggen, want ik heb een leuke webwinkel gevonden waar ze best wel veel naaldfrivolité, sowieso frivolité spulletjes hebben, maar ook voor naaldfrivolité. Dus daar ga ik zo wat meer over zeggen. En op de donderdagen zijn dat meestal, ja, dat kan van alles en nog wat zijn. Soms heb ik een heel leuk boek waar ik heel enthousiast over ben, of ik heb een artikel gelezen in een handwerkblad waar ik iets over laat zien. Of een heel klein projectje wat heel weinig werk is. Of wat je met spulletjes die je gewoon in huis hebt kunt doen. Is niet altijd handwerk. Kan ook een knutselprojectje zijn. Dat hebben jullie afgelopen donderdag ook kunnen zien. Van alles en nog wat. Eigenlijk een soort van ditjes en datjes. ja, laten we maar beginnen. Ik heb trouwens niet zo heel erg veel te laten zien deze week. Ik ben wel heel erg druk geweest, tenminste, ik heb continu iets in mijn handen gehad. Alleen, ik kan dat niet laten zien, want het is strikt geheim. Want, en het is nogal een omvangrijk project. Omvangrijk niet zozeer qua grootte, maar wel qua hoeveelheid. Daar ben ik hartstikke druk mee, maar dat is echt top secret. Dus daar kan ik niks over zeggen. Jullie gaan dat vanzelf een keer zien. Ergens. En meer zeg ik niet. Dus daar ben ik heel druk mee geweest. En jullie zien het blik al staan. Ik ben verder gegaan met het tweede avontuur van Oma's Kleed. Jullie hebben het eerste avontuur een beetje kunnen volgen. Hè? Liet ik zo af en toe zien. Had ik van het kleed van mijn oma de roosjes uitgeknipt. Hexagons van gemaakt. En daar had ik een tafelloper van gemaakt voor mijn broer en schoonzusje. Een beetje als herinnering aan onze oma. Dat waren de wat meer romantische stofjes. En voor mezelf maak ik er een met wat meer modernere stofjes. Met wat fellere kleurtjes. Nou, inmiddels heb ik de bloemen bijna klaar. Tenminste, deze ben ik in elkaar aan het zetten. En de laatste bloem, die moet nog in elkaar. En dan, als dat zover is, dan ga ik dat dus opvullen met weer andere lapjes die hier mooi bij passen. Dus dat pak ik vaak 's avonds even als ik op de bank even wil zitten. Gewoon lekker met iets op schoot en ik heb niet zoveel zin om echt iets groots te pakken. Dan zet ik dit blik naast me neer, pak ik zo eens even een paar lapjes. En zo gaat dat eigenlijk best wel snel. Dus ja, leuk. En jullie gaan daar komende week eventjes een update van zien. Want dan heb ik inmiddels de bloemen aan elkaar. En dan kan ik wat meer laten zien van de rest. Dus dat gaat de goede kant op. Dat schiet al aardig op. En ja, dat gaat dus gewoon in dit blik. Past precies. Ik vind het zo'n leuk blik. Ik heb sowieso iets met blikken. En sowieso dingen waar je wel in kunt stoppen. Blikken, tassen, doosjes, noem het allemaal maar op. Vind ik gewoon leuk. En we hadden van de week, afgelopen donderdag, 5 oktober, was het de dag van de leraar.
En dan is er op school altijd wel iets. En dit keer waren het blikken met stroopwafels. En die blikken waren zo leuk. En het was zo grappig, want nou ja, er stonden dus twee van die blikken. En die stroopwafels die zaten netjes in het plastic. Ik zal hem even pakken, momentje. Vertellen, maar het is natuurlijk veel leuker om het even te laten zien. Kijk, dag van de leraar. Wij zijn blij met een collega zoals jij. Nou, dag van de leraar, weer hetzelfde. Nou, hier kan je al zien dat er stroopwafels in zitten. En hier een vraag. Wat waardeer ik aan jou? Wanneer was je voor het laatst trots op jezelf? Wat is het leukste compliment dat je ooit hebt gekregen? Kan je elkaar vragen. Moet natuurlijk wel iets educatiefs in zitten, hè? Dag van de leraar. Maar, even praktisch, die stroopwafels die zaten keurig in een gesloten plastic zakje. Dat betekent dat dat blik hartstikke schoon is. Ja, ik kan dat dus gewoon niet. Dat moet ik hebben gewoon. Dus ik vroeg aan mijn collega's, joh, vinden jullie het goed als ik dat blik meeneem? Ja, tuurlijk, joh, als jij dat kan gebruiken. Ik zeg altijd, ik heb al uitgeprobeerd, als je er wat anders mee wilt doen, die sticker kan eraf zonder lijmresten. Dus dat zou ik ook nog kunnen doen. Ja, wat leuk, zo'n blik om te pimpen en om dingen in te bewaren. Ik ben er dol op. Ik heb speciaal zo'n grote plastic box waar ik dit soort dingen in bewaar. Waarvan ik denk dat ik dat misschien nog eens kan gebruiken. Ja, ik vind het gewoon leuk. En het is wel grappig, want hier is nog een blik. Kijk, staat er nog één. Haal het zakje er maar uit, heb je er twee. Maar we hebben ook een afdeling beneden. Wij werken samen. En daar stonden ook van die blikken. En ik wist niet dat die collega daarbij was geweest. Dus die kwam 's middags naar boven met twee van die blikken. Hier heb je er nog twee van beneden. Dus ik heb vier van die mooie blikken. Weet je, geen idee wat ik ermee ga doen. Maar en misschien haal ik die stickers er ook wel af. Want dit zijn gewoon stickers. Dan heb je gewoon blanco blikken. Kan je altijd, of je wil iemand iets cadeau geven, kan je er wat in doen. Ja. Ik kan dat gewoon niet. Ik moet dat gewoon hebben. Soort van aanwinst. Maar het kostte me niks. En ja, het is altijd wel leuk. Soms is het ook gewoon taart bijvoorbeeld. Of nou ja, een kleinigheidje. Er wordt er wel altijd eventjes. Er is altijd iets met de dag van de leraar. Dus ja, dit was wel grappig. Dus ik heb vier blikken. Dat is in ieder geval een aan. Nou, dat is een mooi bruggetje naar de aanwinsten. Want ja, verder kan ik niet echt iets laten zien van waar ik mee bezig ben. Ik heb aanwinsten. Ik heb een hele leuke winkel ontdekt. Een webwinkel met. Het is een vrij eenvoudige webwinkel. Je moet een beetje zoeken, maar dan, ja, op zich. Ze hebben wel heel veel frivolité-spulletjes. Van Heikina de Ruiter. Ik probeer eraan te denken, dan zal ik een link naar die website even in de beschrijving onder deze video zetten. Want zij had, behalve allerlei garens en boekjes, ook dikkere frivolité-naalden. Ik wilde zo graag dikkere frivolité-naalden, want ik heb natuurlijk alweer allerlei plannetjes, dat snap je. En nou ja, degene die mij al wat langer volgen weten dat ik iets met tunisch haken heb. Dat vind ik heel leuk. En vooral onderdelen die je aan elkaar zet of aan elkaar haakt gaandeweg. En ik heb al een beetje ideetjes om bijvoorbeeld stroken of blokjes tunisch haakwerk met elkaar te gaan verbinden door frivolité. Lijkt me zo leuk. Met bijvoorbeeld sokkenwol. Maar daar heb je net iets dikkere naald voor nodig. Nou, die heb ik dus gevonden. Ik dacht eigenlijk dat die alleen maar in Amerika verkrijgbaar waren. Maar niet dus. Nou, en natuurlijk kon ik het niet laten om nog wat te kopen, hè, maar dat laat ik zo even zien. Kijk, en nu eerst even de grap. Deze set van vier naalden van DMC, die kost gemiddeld niet bij Bol, want daar is die twee keer zo duur, belachelijk, maar gemiddeld tegen de €10, 9,75 geloof ik. Heikina de Ruiter heeft deze ook van DMC en daar kostte ze dat ook, 9,75. Maar ik zag een set van Pony, ook met vier naalden, en die was al een stuk goedkoper, iets van 3,75, zoiets. Maar die was afgeprijsd
2 euro zoveel. Ik denk, hè? Ik denk, nou, het lijkt wel heel erg op die van DMC. Ik kwam dus binnen. Behalve dat het kokertje, het plastic van het kokertje, ietsje doffer is, is de set exact gelijk. Ik heb ze naast elkaar gehouden. Deze naalden van Pony en van DMC. En ze zijn exact gelijk aan die van DMC. Dus wil je nou een koopje of wil je een extra set omdat je misschien met meerdere werkjes tegelijk bezig bent? Ik weet niet of haar voorraad groot is, maar dan heb je ze dus voor een prikkie, hè? Dus doe er je voordeel mee. Nou, dit is naald, ik geloof 3, 5, 7 en 8 of zo, van dik naar dun. Hoe lager het nummer, hoe hoger, hoe dikker de naald. Dus dit is 3, dat is de dikste. Nou ja, en dan heb je nog 3 dunnere, waaronder nog een hele fijne. Dus ik heb nu 2 dezelfde setjes, dat is wel handig, voor als je met meerdere werkjes bezig bent. Maar ze hadden ook nog van Handy Hands, tatting needles, ik denk dat die uit Amerika komen, een nummer 2, 1 en 0. Ik zal ze even laten zien. Er staat hier trouwens, oh, hier is die wel aangezet. Dit is de 1. Oh, ze zijn wel aangestreept, dat zie ik nu pas. Dit is de 2. Die is wat dunner. En dan is dit de 0. En dat is de dikste. Dan laat ik het kokertje er even op zitten. Kijk, dit is de dikste, echt voor dikke wol. Kan je bijvoorbeeld Royal, maar het schijnt zelfs chunky garen mee te kunnen doen. Dit voor bijvoorbeeld sportwol. En deze, de dunste van de 3 dikke. Nou ja, bijvoorbeeld ook voor babywol of ik denk ook sokkenwol. Hoewel ik me kan voorstellen dat dat ook met de dikste uit de dunne serie zou kunnen. Dat moet ik nog even uitproberen. Maar dan kun je dus ook met dikker materiaal naald frivolité doen. Ik kon ze nergens vinden, want ik had al gezocht op dikke frivolité naalden. Toen zocht ik dus eigenlijk wat anders. En toen kwam ik dus op die site terecht en daar hadden ze dus deze. Dus ik ben daar heel blij mee, want nou kan ik met elk materiaal wat ik maar wil, kan ik frivoliteën. Dus een goede aanwinst vind ik. Ik heb dit inmiddels in dat scheepjesblikje, ik heb de bolletjes eruit gehaald. Ik heb meerdere van die blikjes. En hier heb ik dus al mijn gereedschapjes ingestopt. Je ziet het, hè? Ik ben dol op blikjes. de gereedschapjes, hier zitten mijn metertjes in om voor picootjes te maken. Met name de wat grotere picootjes, om ze gelijk te krijgen. Die dikke tatting needles, daar zat nog een beschrijving bij met foto's en een patroontje van een bloemetje wat je kunt maken. Hier zitten mijn draaddoorstekers bij. Oh ja, die dikke naalden. Bij elke naald zit behalve de naald ook een stevige draaddoorsteker met een mesje erin. Kijk, een draadafsnijdertje. Dat is ook wel handig. Dat zit dus bij die dikkere naalden. Dus daar heb ik er dan ook 3 van. Altijd handig. Een paar dunne haaknaalden. Ik heb een paar dunne. Dit is eigenlijk een pennenetuietje. Maar daar paste precies mijn 3 dunste klover haaknaalden in. 0,75, 1,5 en een 1. Maar die heb ik in gebruik. Weet je, met zo'n dopje erop. Om de dunne punten te beschermen, de haak. En die paste zo keurig met z'n drieën in dit etuietje. Of het ervoor gemaakt is. Dus dat. En bij die webwinkel, was ook, ik had dus wat meer dingen, dat laat ik zo zien. Heikina de Ruiter. www.heikina.nl. Nou, ik kan het even in de beschrijving zetten, maar mocht ik het vergeten, www.heikina.nl.
Bij elk tientje krijg je een spaarkaart, krijg je een zegel. En bij een volle spaarkaart krijg je een tientje korting op je bestelling. Nou, daarvoor moet je wel eerst 500 euro hebben uitgegeven. Maar goed, zo'n kaart eet geen brood. En hij ligt dus gewoon onder in mijn blikje. Want ze heeft ook allerlei soorten garens die echt voor frivoliteit bedoeld zijn ook. Dus ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ik daar wel vaker wat zal bestellen. Dus die kaart zal misschien ooit wel een keertje volkomen. En ik had een leuk boekje echt over naaldfrivolité, needletetting, technieken. En daar staan toch weer wat kneepjes in die ik nog niet had gezien. Onder andere hoe je om een kraal heen kan tetten, kan frivoliteën. Ik zag een manier van kralen verwerken die ik nog niet kende. Dus dat, maar daar komt een keer een tutorial van. Ook in de serie. Hier hoe je om een grote kraal heen kan. Verschillende afknooptechnieken met hele duidelijke foto's. Het is in het Engels, maar de foto's zijn zo duidelijk. Hoe je een split ring maakt. Daarvoor moet je elke keer de draad uit je naald halen. Dat vind ik wel gedoe. Een leuk boekje. Echt wel bruikbaar. Ook met wat patronen er nog in. Hartstikke leuk. Nou, dat hart ga ik een keer maken. Dus dat vond ik een leuke aanwinst. En toen dacht ik, dat ik een tweede boekje had besteld over Keltische sieraden. Waarbij de lusjes zeg maar door elkaar heen lopen. Ik dacht, oh, dat is leuk. Dus ik had dat besteld. En zo'n heel Keltische sieraden met benodigdheden. Dus ik dacht van, nou, daar staan ook de beschrijvingen in van wat je nodig hebt. En toen deed ik mijn pakketje open en toen zag ik een stukje van een klosje garen. Toen dacht ik, oh, wat leuk, er zit een cadeautje bij. Dat is dus niet zo. Het bleek geen boekje, het bleek een pakketje te zijn. Dus een patroon, kijk, heel leuk. Patroon voor deze sieradenset oorbellen met een ketting, met een hangertje eraan. Ja, die zijn een beetje door elkaar heen, een soort bloemen die door elkaar heen gefrivoliteerd zijn. Ik kan het natuurlijk niet goed laten zien, want het is natuurlijk een patroon, hè, dus dat mag niet. Maar met alle benodigdheden erbij. Dus twee klosjes DMC. Dat kan ik natuurlijk wel even laten zien. Twee klosjes DMC Diamond. Dat is heel dun. Je moet dit ook met de dunste naald doen. Het is net ietsje dikker dan naaigaren. Het heeft ongeveer de dikte van handnaaigaren. Dat is altijd ietsje dikker dan machinegaren. Zo ongeveer. Diamond in roze en rood. Beetje glans. Leuk hè? Glimdraadje. Nou, je moet dit dus met de dunste naald doen. En alles wat je verder nodig hebt zit er ook bij. Behalve de naald natuurlijk. Een sluitingje. Oorbellenhaakjes. En de kraaltjes. Dus, nou, die ga ik natuurlijk een keertje maken. Vind ik hartstikke leuk. Dus het bleek gewoon een pakketje te zijn. Nou, hartstikke leuk. En ik heb niet gekeken verder of ze nog meer pakketjes heeft. Maar dat zal ongetwijfeld in ieder geval allerlei verschillende garens. Dus, nou ja, als ik hem gemaakt heb, laat ik hem natuurlijk zien. Hartstikke leuk. Ik zal daar zeker vaker winkelen. Dus www.heikina.nl. Neem maar eens een kijkje. Ik weet niet of zij heel veel bestellingen. Want als je ook mailt, je krijgt ook antwoord in drie talen. Dus waarschijnlijk levert ze ook wel aan het buitenland. En dus ik weet niet of zij heel groot is of heel veel bestellingen heeft. Maar straks gaan een heleboel van jullie allemaal tegelijk bestellen. Weet ze niet wat er overkomt. Maar leuk. Dus ja, een aanrader. Leuke spulletjes. Dus ja, ik kan weer verder. Of ik niks te doen heb. Maar goed, weer, dat waren dus de aanwinsten. En dan is het nu tijd voor Draadje gaat vintage. De vorige keer had ik laten zien dat deze ging ik maken, frivolité, heel oud patroontje. Ik had hem eerst met
dat scheepjesgaren gemaakt, weet je, uit dat blikje. En dan werd hij ongeveer dezelfde grootte als het plaatje. En het leek mij leuk om eens te kijken of dat met dat kunstraffia ging. Nou, dat is gelukt. Het is af. Geen idee wat ik ermee moet doen hoor, maar moet je kijken hoe groot dat wordt. Echt enorm. Ja, zo heb je er niet zoveel aan. Maar ik bedacht me wel, als je hier nou in de rondte verder zou gaan met dit soort lusjes, dan kan je daar een soort van mandje of tasje van maken. Dat is misschien best aardig. Ik zal dat niet zo gauw nog eens een keertje doen, maar leuk om eens uitgeprobeerd te hebben. En het volgende projectje, nou, dat had ik al uitgezocht. Dat komt uit, tenminste, ik had het min of meer uitgezocht. Maandblad voor Handwerken Ariadne uit mei, juni 1963. En dat was een geknoopt tasje met kunstraffia. Twee vormen, deze en deze. En ik denk dat ik dit ga doen. Gewoon recht toe, recht aan. En dat werd gedaan met kunstraffia. In die tijd is dat is een poosje helemaal in geweest. Jaren 60, 70. Het is eigenlijk gewoon plastic. En je kunt het nog wel krijgen als je zoekt naar kunstraffia of edelbarst in allerlei kleuren. Je hebt het mat en glimmend. Dit is glimmend. Ik vind mat eerlijk gezegd mooier, maar goed. En de vorige keer konden jullie zien, hè, dat mijn hele bol in de war raakte. Dus ik heb daar even een net bolletje van gemaakt. En nou, ik ga nu even kijken wat ik moet doen samen met jullie. En dan ga ik daar van de week aan beginnen. En dan laat ik even zien waar ik mee bezig ben geweest. Nou, het wordt dus het recht toe, recht aan. Dus dat zal, ja, de zwarte tas. En hier zie je een detail van het knoopwerk. En het zijn een soort geknoopte bolletjes. Dus je knoopt een aantal knopen. En dan sla je dat om. En dan knoop je verder. En dan heb je een soort van, ja, ringetje, bolletje. Ik heb het ooit wel eens gedaan. Maar macramé is echt heel lang geleden dat ik dat gedaan heb. Dus ik moet me er echt weer een beetje in verdiepen. Oh, je hebt daar wel veel voor nodig trouwens. Oh jeetje. Benodigd materiaal. 37 strengen zwarte kunstraffia. Dat is nogal wat. Ongeveer 9,5 meter per streng. Dan moet ik even kijken. Staat hierop hoeveel? Oh, wacht even. Ik schrok al. Hier zit 30 meter op. dus 9, zeg even 10 meter. Dus dit zijn al 3 strengetjes. Dus ik moet het even delen door 3. 37 delen door 3. 3 keer 9. Nou, zeg even afgeronden boven 10 van dit soort strengetjes heb ik nodig. Nou, dat heb ik nog wel. Dan moet ik even kijken of ik iets. Dan kan het zijn dat ik een andere kleur pak waar ik 10 strengetjes voor heb. Want ik wil het wel even doen. De voor- en achterkant van de tas worden afzonderlijk geknoopt en later aan elkaar verbonden. Knip voor elke kant 36 draden van 4,75 meter lang en maak één opzetdraad van plusminus 50 centimeter. Maak aan weerskanten van de opzetdraad een lusje en span dat strak op de lat. En dan moet je de beschrijving volgen. Ik heb denk ik niet een lat, maar ik ga gewoon een ring maken. In plaats van een draadje met lusjes om iets van een karton heen of zo. Zoiets ga ik denk ik doen. Dan moet je opzetten. Je legt de werkdraden dubbel. En je trekt de draadeinde door de lus. Dus dat is de opzet. Verdeel de knopen regelmatig over een breedte van plusminus 23 centimeter. Zet op 3 of 4 plaatsen met punaises vast. Er zijn nu 72 draadeinden. Nou, en dan moet je dus gaan knopen. Dus ik ga even kijken of ik nog van dat rood heb. En anders dan zoek ik een andere kleur. Volgende week dan laat ik jullie in ieder geval het eerste stukje even zien. Want ja, ik moet 10 strengen hebben. Dit zijn geen 10 strengen. Dus wordt vervolgd.
Ja, ik was nog wat vergeten. Ik had wel nog wat gedaan. Ik ben aan het spinnen geweest. Het zit nog op mijn wiel. Als het helemaal klaar is, laat ik het wel zien. Maar ik heb er nog geen om te doen. Dus ik kreeg van iemand een schijf pletulopi. Dat is wol. Het is 100% wol. En dat is ongesponnen. En je kunt daarmee breien of haken. Ik zal het er even uithalen, want ik ga het van de week even opspinnen. Dus het moet er toch uit. Kijk, ik heb dit wel eens in het roze ook gehad. En dat heb ik toen ook gesponnen. Kijk, het is niet gesponnen. En je kunt daar dus zo mee breien of haken. Je moet alleen wel goed opletten wat je doet. Want omdat het niet gesponnen is, trek je het heel makkelijk uit elkaar. Kijk, je kan dit heel makkelijk, kan je dit zo. Want in feite is het gewoon een heel dun lontje. Vaak wordt dit met dubbele draad verwerkt. En dat roze had ik toen heel succesvol gesponnen. Dus gewoon zo'n draad, deze bol, helemaal opspinnen. En daarna twijnen. En dan krijg je een hele dikke, maar hele luchtige draad. En daar kan je veel makkelijker mee breien of haken. Dus deze ga ik van de week even opspinnen. En dan ga ik ze twijnen. Als het klaar is, dan laat ik het wel zien. Maar dat had ik dus ook nog gedaan. Ik was van de week een beetje moe. Het was 's avonds, ik was een beetje moe. Ik had geen zin om wat te doen. En toen dacht ik, ach, laat ik toch maar even. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga even aan mijn wiel zitten. Ik word er altijd helemaal lekker ontspannen van. Want dan ga ik altijd een podcast luisteren of een luisterboek. En toen heb ik een van die twee hele schijven heb ik er doorheen gejast. En toen bedacht ik me wel, als je nou wil spinnen op je wiel, of je bent een beginnend spinner, dan is dit eigenlijk ideaal om mee te beginnen, om te leren spinnen. Je kan je namelijk helemaal concentreren op de snelheid van het draaien, op het trappen, of als je op een tolletje spint, hè, van hoe lang moet ik hem laten draaien. Daar kan je helemaal op concentreren, omdat je niet ook nog eens die lont uit hoeft te trekken. Want dat is al gedaan. Dus voor beginnende spinners is dit eigenlijk wel een aanrader, pletulopi. Het is in verschillende wolwebwinkels wel verkrijgbaar. Dus misschien een tip voor als je, of als je gewoon lekker mindless wil spinnen zonder te hoeven opletten, dan is dit heerlijk. Het is er in allerlei kleuren. En het mooie van dit, ik weet niet of je het goed kunt zien, het is ietsje gemeleerd. Het zit wat lichter en donker. Het is een hele mooie tint. En als het gesponnen is, dan ja, geeft dat een heel mooi levendig effect. Het is niet de meest zachte wol, dat zeg ik er wel bij. Maar dat heb ik dus ook nog zitten doen van de week. Dat was ik even vergeten. Goed. Dan rest me nu alleen nog aan te kondigen wat er voor de komende week op het programma staat. Aankomende dinsdag 10 oktober in de serie Naald Frivolité deel 6. En dan laat ik zien hoe je ringetjes kunt maken zonder dat daar boogjes tussen zitten. Dat is best even iets wat je onder de knie moet krijgen. Ik vond het best lastig. Maar het kan handig zijn als je bijvoorbeeld alleen ringetjes wil om het later bijvoorbeeld ergens aan vast te zetten. En je wil daar geen boogjes tussen. Dan is dat toch weer een ander techniekje. Dus dat is aankomende dinsdag. En donderdag 12 oktober laat ik even dus een update zien van het tweede avontuur van mijn oma's kleed. En dan zaterdag 14 oktober draadje aflevering 85. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Als dat zo is, geef even een duimpje omhoog. En ben je nou nog geen abonnee en je vindt het leuk, klik even op die abonneerknop. Het kost je helemaal niks, dus waarom zou je het laten, zou ik zeggen. En het helpt mijn kanaal, want ik kom al aardig dicht in de buurt van de 2000 abonnees. Ja, dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn. Dat staat zo mooi, zo'n rond getal. Is toch weer een mijlpaal. Nou, in ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer misschien. Doeg!